Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Een hele goede zondagmorgen. Zijn we weer. Niet vanuit of naar de gym. Niet naar het bos, maar gewoon weer zo onderweg naar Juliana. Why? Om de doodvoudige reden. Je ziet hier die rode plek. En die heb ik al langer daar zitten. Alleen ik ben vandaag bij een dermatoloog geweest. En daar hebben we een biopsie genomen daarvan. Maar niet alleen van die, maar ook van deze. De plek hier. En eentje op mijn rug. Ik ben daar geweest. Ik heb al, die plekjes heb ik al langer. Die bij mijn voorhoofd ook. Die heb ik ook al langer. Alleen doordat hij nou die biopsie heeft genomen, is hij wat groter geworden. Dat moet uiteindelijk straks wel weer minder worden. Maar het zijn dus blijkbaar wel goedaardige huidkankertjes. Ja. Dat was natuurlijk wel eventjes een kleine schrik. Alleen hij zegt van, dus je hoeft jij geen zorgen te maken. Dit zijn zogezegd goedaardige. Voor de rest, niks. Hij heeft biopsie genomen voor de zekerheid, want ze willen natuurlijk wel weten welke soort. Maar wat hij uit zijn ervaring ziet en heeft beoordeeld, zijn het geen kwaadaardige, zijn het goedaardige kankertjes, huidkankertjes. Dus ja, dat is wat er aan de hand is. En daardoor, omdat ik deze plek nog, zeg maar, die gaat niet, nog niet dicht, die blijft nu een beetje open iedere keer. En ik heb dan toch, als je dan gaat zweten, dan ga je toch zo met je armen doen en dan gaat hij open en dan gaat het misschien bloeden. Dus ik heb zoiets van, ik niet sporten. Deze hier, die bij mijn arm. Die doet ook een beetje, nou ja, doet niet pijn. Hij is een beetje beurs en blauw. Daar heeft hij ook een biopsie van genomen. Ook daar gaat hij naar kijken. En ik heb voor hier en voor die heb ik een afspraak lopen. Op 1 november ga ik daarheen en dan gaat hij het verder fixen als het goed is. Dus. Dat is dan de reden waarom dat ik uiteindelijk vandaag niet gesport heb. Daar baal ik wel van, want je zit dan toch een beetje in zo'n systeem. Van zondagmorgen opstaan, omkleden, sporten, betijds opstaan, omkleden, sporten. En dan uiteindelijk naar het voetballen. Maar goed, uiteindelijk is dit wat het is. Het is een grote plek. Dan kan ik zeggen wel, ik doe een pleister op, maar dan een pleister op je voorhoofd, ziet er helemaal niet uit. Dus vandaar dat ik zie van, weet je, doe het maar gewoon zo en dan kijk wel, kan het een beetje de lucht wat drogen, noem maar op. Dus ik ben ook wel blij dat het vandaag niet zo heel erg heet is, tot op heden. Zodat ik ook niet loop te zweten, want dan loop ik nog zo te vegen en dan heb je weer kans dat het open gaat. Dus wat dat betreft ben ik best wel blij dat het, zeg maar, niet zo heet is nu. Straks hoop ik dat het wel iets warmer wordt dan nu, want dit is ook niks. Dat is dan een kleine lijfelijke update van mij. Voor de rest, vorige week zondag was niet best. Om dan toch maar even weer met het voetbal door te gaan. Nee, die hadden we niet verwacht. Maar goed, we zijn pas gestart. Met competitie kan nog van alles gebeuren, vorig jaar ook gehad. Het was start iets minder erg dan nu. Toen hadden we wel al een keer wedstrijd gewonnen en gelijk gespeeld en zo, maar daarna ging het ook mis. Dus, alles rond, kant van allemaal. Als je de rest van de competitiestand kijkt, zijn ook teams die van andere teams weer winnen of verliezen. Het wordt wederom waarschijnlijk een jaar waarop iedereen van iedereen zou kunnen winnen en zeker verliezen.
dat ongeveer. We zullen zien wat wordt dit seizoen. Dan nog, ik ben nog steeds vanuit dat de speelwijze die de trainer wil hanteren, die Dave wil hanteren, vind ik nog steeds passend bij de groep die we hebben. Aanvallend, vooruit, niet te verdedigend. Ondanks dat je dus nu zeg maar, 3 wedstrijden al verloren hebt. 2, 3, dat ben ik even totaal kwijt. Vind ik wel dat wij vooruit moeten. En ik denk ook met recht dat het kan, alleen het moet wel uitkomen. Dat we zelf niet te veel gaan hangen naar die 5-3-2 systeem van vorig jaar. Dat we ook echt wel gewoon dat 4-3-3 moeten gaan hanteren. Maar dat kost arbeid. Er zit werk in. En er moet dan wel gewerkt worden. En dat gaat niet, dat komt niet zomaar van de een op de andere dag. Dat moet groeien. Dat vertrouwen dat moet groeien. Maar nog, ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Dus, vandaag, HVCH is een lastige tegenstander. Eentje met Pit. Die een duelletje niet schroomt. Maar, technisch, ja, moeten we ze gewoon kunnen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat jij het gewoon technisch goed uitspeelt, niet te lang wacht met de bal, omdat ze er best wel in klappen. De bal fatsoenlijk en sneller afspeelt, dan hebben ze geen schijn van kans. Zo zie ik dat. Maar ja, als je de natuurlijk mag je het wel eens opzoeken, maar als je op een gegeven moment voelt van hey, dat gaat hem niet worden, dan is het balletje aannemen en meteen doortikken en vrijlopen. Easy peasy, zeggen ze dan wel eens. Natuurlijk, het is makkelijker van de zijlijn gepraat dan het uiteindelijk uitvoeren van dit alles. Dat is natuurlijk waar. En je staat met 11, eigenlijk met 10 voetballers in het veld. En die moeten wel allemaal een beetje hetzelfde nastreven. En als daar in bepaalde gevallen, afhankelijk van de tegenstander, als er dan eentje, zeg maar, eventueel zaakjes verzaakt, dan zou dat kunnen, maar dat mag niet. Op dit niveau mag dat niet. Je kan eigenlijk niet verzaken. Het is gewoon een volle bak erop. Desnoods bij spreken dat je in de 70 minuten helemaal kapot bent en door bent, dat je alles hebt gegeven en er verder niks uitgekomen is voor de tegenstander. En je kan dan gewisseld worden dan dat je na 90 minuten van het veld afloopt en het gevoel hebt van waar heb ik eigenlijk gedaan. Dan ben je niet goed bezig. Welk niveau ook. Ik heb dat eigenlijk altijd al gehad. Ik heb natuurlijk zelf ook ooit trainingen gegeven aan jongens en aan meiden. Weliswaar niet hoog, maar eigenlijk een beetje met hetzelfde doel ook gewoon strijd leveren. En dan kun je allemaal zeggen van het moet ook een beetje, het moet ook een beetje ontspannen zijn. Doe het voor het plezier. Ja, dat klopt. Ze doen het net voor het plezier. Maar geef het toch te doen, als jij wedstrijden speelt en je verliest ze allemaal omdat ze de inzet niet hebben, omdat ze het voor plezier doen, dan wordt het geen plezier, dan wordt het geen plezier meer. Als bij de wetenschap, bijvoorbeeld al de wetenschap is van joh, we gaan dit toch verliezen, dan ben je niet met plezier bezig. Dus ja, de meeste mensen spelen met het plezier. Er moet natuurlijk wel plezier in zitten, in het voetballen, absoluut. Het moet niet neergedrukt of ingedrukt worden. Ja, dat het de spelvreugde te lasten wordt. Maar om alleen maar te zeggen van ze doen het voor plezier, dus je moet niet zo hard aangepakt worden en zo. Ja, bullshit, sorry. Gewoon een beetje structuur erin brengen, trainen. Ook gewoon op de training trainen zoals ze getraind moet worden. En niet van appeltje eitjes en ditjes en datjes. Kom op, zeg. Nee, daar ben ik niet zo van. Maar goed, we zullen wel zien vandaag. Nou, dan komen we dinsdag natuurlijk wel bekende Prinsjesdag.
gestemd worden, ja oké, okay, dan stemmen. Maar wat moet je stemmen? Welke partij kan er dan voor zorgen dat het wel anders wordt? Dat er niet die accijnzen omhoog gaan. Dat ze blijven. €2,30 voor een liter benzine. Als je dat dan weer even teruggaat naar de guldenprijs, zit je gewoon op 5 gulden per liter. Als je dat toen had gezegd in de guldenperiode van wij gaan in de toekomst gaan wij 5 gulden per liter aan benzine of brandstof, in ieder geval aan brandstof betalen, dan verklaar je vanaf gek dat je nou het gesticht te kunnen. En nou? €2,30. What the fuck? En natuurlijk, ja, je mag niet terugkijken in de guldenperiode, maar als ik toch naga in de guldenperiode had ik zeg maar even iets anders. In de guldenperiode, als je dan een inkomen had van 2200 gulden per maand met een literprijs van 1 gulden 10 per liter. Ja, want ze zeggen altijd van ja, maar als ik omhoog gaan, zullen ze mee mogen gaan. Nee, we zitten nu in dezelfde lijn. Als je nu €2200 betaalt, betaal je dus geen €1,10 per liter. Je betaalt voor €2,30 per liter. Het gaat allemaal van je inkomen af. Het gaat allemaal in je bestedingspatroon af. Dus hoezo is alles gelijk? Nee, het is allemaal fucking duurder geworden. Met alles. Nou, ziektekostenverzekering. Wie kan er straks nog betalen? Wie kan straks nog ziektekosten betalen? Je betaalt je eigen ondergrens aan die hele ziektekostenverzekering. En wat krijg je ervoor terug? Niks. Alles is uitgekleed. Tandartskosten zijn uitgekleed. Voor een normaal gesproken, voorheen bij aanvullende tandverzekering, zat gewoon een kroon in. Dan kon je gewoon een kroon laten vangen. Nou, nee, nee. Nee, je moet dan een extra verzekering hebben om een kroon. Ja, het gaat helemaal nergens meer om. Het is zo raar. Ja, en wie kan dat natuurlijk terugdraaien tot aan dat niveau? Dat gaat niet meer. Dat is niet meer te doen. De overheid heeft er wel een handje. Die kan er wel iets mee doen. Maar ja, met die ziektekostenpremie ook. Wij betalen dan de ziektekostenpremie uit eigen zak. We betalen €364 aan de zorgverzekeraars. Maar de zorgverzekeraar betaalt uiteindelijk ook weer een inkomstenbelasting. En waar gaat dat naartoe? In de overheid. Tadaa. Dus, waarom zou de overheid daar niet iets in kunnen betekenen? Waarom zou de overheid daar niks aan kunnen doen? Om tegen die zorgverzekeraar te zeggen van, joh vrienden, alles leuk en aardig. Dat jullie die zorgpremies omhoog douwen. Om het allemaal bekost te krijgen. Maar jullie maken er ook winst op. En dat is weer inkomen voor de overheid. Ik weet het allemaal niet. Accijnzen, hetzelfde. Je betaalt. Van de week las een stukje op TikTok of Instagram. Dat je eigenlijk. Je betaalt iets af, daar betaal je belasting voor. En op het moment dat je het gaat gebruiken, betaal je weer belasting voor. Oh, neem bijvoorbeeld de auto. Je betaalt BPM, dus je gaat de auto gebruiken. Dan ga je de auto gebruiken en dan krijg je dan wegenbelasting. Oké, dat is voor de onderhoud van de wegennet. Die snap ik dan. Dan heb je accijns, het verbruik van de auto. Ja, de benzine die je gebruikt, betaal je ook weer belasting over. Dus je betaalt iedere keer belasting over belasting over belasting. En ja, natuurlijk zit daar een model achter voor. Voor het economisch belang van Nederland. Maar ja, het is niet meer te rijmen. Het is niet meer te rijmen. Lastig. Maar goed. Ja, ik ben bijna bij Juliana. Dus ik ga bij deze ga ik afsluiten. Dan zou ik niet meer zeggen van. Doe even een duimpje omhoog.
En even abonneer op mijn kanaal. Want. Want. Omdat het gewoon leuk is. Omdat het gewoon leuk is. En. Ja, dat. Nou, nogmaals even de afsluiting. Duimpje omhoog. Abonneren op mijn kanaal De Stofjes. En dan zien we je volgende week weer terug. Dus bij deze zeg ik met een hele korte afscheidsgroetje. Tjoe.